Ik ben Bas van Mensenkinderen, ambassadeur van Teerfund. En vandaag is Sandra bij mij op bezoek in mijn schuur. Sandra, leuk dat je er bent. Ze gaat haar verhaal vertellen over de kerk en God. Ik ben Sandra en ik wil een klein stukje over mijn levensverhaal vertellen. Ik ben geboren in Suriname. Toen ik 6 weken oud ben, ben ik naar Nederland toegekomen. Hier in Nederland heb ik Nederlandse katholieke pleegouders gehad. En toen ik ongeveer zes jaar oud ben, is mijn biologische moeder mij komen halen. Zijn we teruggegaan naar Suriname. En daar ontmoette ik dan ook mijn biologische vader. Ik heb ongeveer 3 jaar in Suriname gewoond. Mijn moeder is van Hunnestaanse afkomst, hindoeïsme. Mijn vader van de Creoolse afkomst, het Winti-geloof. En na 3 jaar zijn we weer naar Nederland toegekomen. Ja, alles was heel verwarrig voor mij. Dus de Heer, het hindoeïsme en het Winti-geloof. Ik was zo verwaard. En toen mijn moeder overleed, toen ben ik naar beneden gezakt. Wij blijven geloven dat om de miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. Ja, nadat mijn moeder is overleden, ben ik helemaal verwaard geraakt. Ik raakte dus in een psychose en kreeg een opname van 8 maanden. Na die 8 maanden kwam ik thuis. Ik liep op de Klarendalse weg. Ik zag daar een kerk. Ik ging mijn dochter ophalen en de volgende keer dacht ik, ik wil die kerk in. Ik zei tegen mijn dochter, kom. We zijn die kerk ingegaan. Ik werd daar zo verwelkomd, echt van uitnodigend van kom, we hebben je nodig of ik weet niet. Maar het voelde echt fijn van hier mag je zijn. Dat in mijn hele toestand voelde ik dat gewoon, want mijn toestand was nog niet goed. Ik zat daar met mijn hoodie, mijn capuchon. Mijn dochter op mijn schoot, vastgeklemd. Dus, maar ik voelde gewoon, hier mag je zijn. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden. Hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd. Nog steeds kan vertroosten verlicht. Ten bevrijden wanneer hier de levensbaan uit zichtloos lijkt. Ja, in totaal heb ik drie lange opnames gehad. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil dit niet meer. Dit is genoeg. Ik heb hier, mijn leven kan zo niet doorgaan. De artsen van de kliniek zeiden ook van, ja, je dochter kan niet meer thuis komen wonen, want het gaat niet meer goed met jou. Ik dacht, nee, ik wil dit niet. Ik ben echt gaan praten met de Heer. En zeg, Heer, u bent de grootste instantie. Ik wil mijn dochter thuis en ik wil goed. En vanaf die tijd ben ik omhoog geklommen. En dat hij ons telkens de deur weer wil geven, ook nu in een wereld van steen en metaal. Om buiten onszelf voor de ander te leven, ons kleine begin van zijn groot ideaal. En ik leef nu met de Heer. En mijn leven is echt niet perfect hoor. Ik heb ook echt mijn ups en downs. Maar in mijn leven gaat het nou om mijn dochter, de kerk en de Heer. En ja, zo voelt mijn leven goed, zo voelt mijn leven fijn.